Een nieuwe dag bij de paardjes wil zeggen een nieuwe vlog. Dus hier zijn we weer bij de paardjes. Ben net aangekomen. Ik heb mij gisteren pijn gedaan aan mijn koffer. Ik weet niet, zo dat middenstuk. En nu blijkt dat ik een wondje heb. Geen idee. Nooit gevoeld dat pijn, nee. Ik ben dus aangekomen en ja, ik ga nu Pilo kruisen. Dus dan zien we elkaar straks. Ik heb niet alles kunnen filmen en zo, maar je kunt wel een paar beelden zien van hiervoor. Dus we hebben met Silky gereden. Het ging echt super goed. Ik ben super trots op hem. Ik ga nu vertrekken naar een lesje en dan zien jullie straks ook wel enkele beelden. Tot straks! Je merkt dat ook, hè. Nu wordt ze al zo iets nerveuzer, dus probeer zo op dat punt te blijven. En mooi tussendoor ook een keer belonen, eventueel. Waarom sta je met je rug naar haar? Dat is gewoon omdat voor haar heeft dat dan zoiets van oké, okay, ze is bezig met die zweep, ze heeft nu niet echt zoveel interesse in mij. Terwijl dan moest je nu, net als bij het longeren, echt naar haar gericht staan. En dan met die zweep bezig zijn, weet ze dat het eigenlijk naar haar bedoeld is. En dat zij iets moet doen. Je moet zij gewoon blijven staan. En als je nu kijkt naar haar oren, weet ze dat ze wel aan het concentreren is op u, maar ze vertrouwt dat ze blijft staan. Voor u lijkt het nog niet echt longeren, maar voor haar is dat waarschijnlijk wel al een grote stap. Ik ben eigenlijk dat ik maar steeds kan van boven. Deze het anders niet? Eén keer vragen, niet reageren. Zo een keer twee keer vragen, niet reageren bij de tweede keer. Derde keer moet hij echt wel in draf. Dus dan mooi een keer met je touw zwiepen. Om de rest met je voeten binnen spelen. Een keer een stap. Het was al beter, hè? Ze kwam niet naar u toe. En nog een keer een stap. Ja, goed. Ik denk dat ze het door heeft. Ik ben terug thuis van een leuke dag. Eerst met de Silky gaan rijden en dan iemand gaan helpen. Beetje hectisch te vlogen omdat ik niet alles kon filmen. Zeker niet vergeten te abonneren en een like te geven. En dan zie ik jullie morgen.